Ik heb het er vaak over hoe de stad verandert en hoe live muziek aan het veranderen is en het belang van live muziek in de stad. Persoonlijk schreeuw ik altijd dat er behoefte is aan een soort nieuwe Bar P in de Witte de Wit of zoiets. Het begrip jam sessie is op zich wel van alle tijden of zo, maar de jam sessies van Bar P waren voor mij uniek. En in een tijd waar ze ook in de Doelen waren die te gek waren en ook in Dizzy waren ze te gek. Maar we hadden er gelukkig ook heel veel destijds. Dus je kon gewoon als student 3-4 dagen in de week op je bek gaan bij jam sessies. En dan vervolgens bij optredens had je ineens ontzettend veel ervaring opgedaan al. Natuurlijk de afgelopen 14-15 jaar heel veel in Rotterdam mogen doen. En ook al vaak op Jazz International mogen staan en op Mercy Jazz. En met allemaal prachtige bands. Maar het is niet hetzelfde als volledig je eigen compositie spelen. Dat je een album presenteren dat je volledig zelf hebt geproduceerd. Dat wordt nu mijn debuut. Mijn debuut als artiest onder naam Alexander. Heel simpel. Het is tof om dat in Rotterdam te mogen doen. En ik kan niet wachten. Ik kan echt niet wachten om deze stukken te spelen.